Hey, hallo, daar zijn we weer. Open. Rij gezellig mee. Open. Die dicht. Ik weet dat het niet hoort, ik weet dat het niet mag, ik weet dat ik helemaal fout ben. Controleren of die allemaal vastzitten. Kijken of de camera aanstaat. Hij stond nog uit. Het is alweer druk op de weg, helemaal. Het is alweer druk op de weg. Hou die auto achter mij in de gaten. Die komt met me meerijden nu. Ik denk, ja, vrouwtje, jonge dame, ik denk, weet je wat, ik geef even voorrang. Ook kleine moeite, groot plezier toch? Gewoon in alle gemak even rustig aan doen. Hoeft niet altijd snel, 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 snel. Maar dat werd niet gewaardeerd. Kijk, daar komt hij weer aan hoor. Let op, dan moet ik even weer een beetje gas loslaten. Kijk hier, die rijdt ook maar geen 3-4 meter achter mij. Tot nu. Half vergaren. Half vergouwen. Nou, die witte auto hier voor ons. We gaan hier samen de linkse hoek om. Samen met die rode Audi. Blijven tot Glanenbrug volgen. En die witte auto voor mij. En de volgende stoplichten. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Kijk, ik ga verbazen. Het is groen. Het is groen. Het is groen. Hij remt al. Het is groen. Hij remt nog steeds. Het is groen. Ja, nou is het oranje. No, Mikey. No, no, Mikey. That was so not right. Ik heb naast zitten kijken. Het was 3 seconden groen toen hij al begon te remmen. Ja, dan sta je te wachten. Nou, willen we naar de Netorama even boodschappen doen. En toen bedacht ik mij in één keer. Ik had daar binnen dan links afgewild. Maar dan sta ik eigenlijk altijd alleen. Oh chips, ik moet tanken. Blinde hoek kijken rechts. Tweede rijstrook die ik vervaar overga. Blinde hoek kijken. Hier nog een keertje bij de kanten uitkijken. Hier via de blinde hoek bekijken. Hier moet ik tanken, tenminste hier wil ik even gaan tanken. Nou kan ik hier draaien. Maar ik heb zoiets van, weet je wat, als ik hier ga draaien, dan heb ik auto's van rechts die willen opkomen rijden, auto's van hier komen oprijden. En hier is het altijd relatief rustig. Eventjes zo, even een straatje in draaien. Dan kan ik rustig kijken, omdraaien. Ja, 2,09 €. Dus 2,08,9 € bij de andere pompstation. En hier 1,96 €. 12 cent verschil. Per liter. Ja, inderdaad. Per liter. En hier stond mijn camera stil, de achtercam. De achteruitkijkcam. 5,2 liter. Ja, het is maar 5,3. 10,38 €, 5,27 liter. Ja, 1,96,9 €. Voor de mensen die het uit willen rekenen. Nee, we gaan nog steeds niet naar het Netorama, Wim. Met de kennis van nu zeg ik nee, dat doen we nog niet. We gaan eerst wat anders doen. Dit was de vorige keer in mijn video. Die heb ik ook al geüpload. Die hebben jullie goed gedeeld. Zandbakje. Die wil ik weer gooien. Woning. Ja, dat lukt wel, maar. En ik denk, weet je wat, ik ben in de buurt. Ik rijd er even langs. Ik ga even kijken.
En wat denk je? Wat denk je? Goed zo, zwembadje hebben ze weggehaald, of zandbak, wat was het? De tuinhout, tuinafval hebben ze laten liggen. Ach, schatjes. Poedie, 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 poei. Poedie, 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 poei. Ja, heb je kindertjes, hè, jongen? Even een beetje netjes opruimen. Losse takken. Ik ga de blaadjes niet aanvegen, maar dit soort takken wil ik wel even op een hoopje gooien. Nee. Laat mijn DNA er maar aan zitten. Ik heb ook bewijsmateriaal, video, dat ik het opgeruimd heb en niet neergegooid heb. Ja, ja, mooie beestjes, jij. Heb jij kindertjes? Ik wil van de week eens een keertje langs gaan overdag. Heb jij kindertjes? Doei doei. Een mooi beestje. Doei doei, droppies. Hij ziet. Ja, heel leuk. Kijk eens. En dan gaan mensen daar vuilnis dumpen, jongen. Nou, ik ga weer nou, was daar wat tuinhout en wat plastic afval. Maar er worden ook vuilniszakken met restafval gedumpt. Er wordt alle kapotte tuinstoelen en alles wordt er gedumpt. Hé, hey, we zijn alweer aan het einde. Ik hoop dat je de video beviel. Vergeet niet te liken en te abonneren en te delen en ja, wat kunnen we nog meer? Nou, tot de volgende keer dan maar weer. Appetjoe!